Dag allemaal, welkom weer bij De Officiis van Cicero, boek 3, paragraaf 59 en een stukje van 60 in dit filmpje. Regel 21 tot 25 bij ons. Pythias heeft een landstukje landgoed gekocht van, andersom, Canis heeft een landgoed gekocht van Pythias op Sicilië. Met het valse voorwendsel eigenlijk dat er allerlei vissen en fris water en zo zouden zitten daar. Dus heeft hij de prijs behoorlijk weten op te drijven, die Pythias. En nu komt net bij het diner de volgende dag Canius erachter dat er echt nul vissers daar zijn. Geen enkel bootje, whatever. Erg verbaasd, nogal een beetje onnozel. Quaerit ex proximo vicino, num feriae quaedem piscatorum essent, quod deos nullos videret. Hij vraagt van of aan de dichtstbijzijnde buurman, hier Vicino's als wel zelfstandig naamwoord, de buurman, en Quaerere ex is vraag aan. Ik krijg een afhankelijke vraag, en daarin betekent noem of er Quaedam Feriae, enkele feestdagen of zo, of er toevallig een feestdag, zo zouden wij misschien zeggen, een feestdag of zo, Feria is eigenlijk altijd meervoud, ook al zeggen wij feestdag, van de vissers, geen typisch meervoud, essent, gewoon cognitivus imperfectum, waren. Indirecte vraag, dames, dat is de reden waarom de SN staat. Of het toevallig een feestdag van de vissers was, mag je dan ook natuurlijk, als je er enkel fout van maakt, mag je het ook enkel fout zetten. Quot, omdat hij, een beetje gek, letterlijk staat er dus, omdat hij hen nul zag. Dat hij hen geen zag, omdat hij geen van hen zag, of zo mag je dat van ertussen zetten, of dat hij hen helemaal niet zag, nulloos helemaal niet. Dat hij nul van hen zag. Zoiets eigenlijk. Hier ook een cognitivus imperfectum in het kotzinnetje. Maar we waren al in de cognitieve situatie. En dit zinnetje is afhankelijk eigenlijk ondergeschikt aan die noemzin. Dus gaat die cognitivus gewoon door eigenlijk. Die buurman zegt nullai. Nullai feriai. Geen één feestdag zoemt zijn. Oftewel is. Kotskiam voor zover ik weet. Hier. Skiam is ook een cognitieve, het is niet skio indicatiefs, maar skiam, dat maakt het eigenlijk zo restrictief eigenlijk. Het is niet wat ik weet, maar voor zover ik althans weet, ik althans. Dat is wat die cognitieve hier doet. Inquit ille, zei die, hè, die man dus. Ille zelfstandig gebruikt betekent gewoon die of die man of wel hij. Maar, gaat hij verder, aanhalingstekens openen. Hier, nulli piscari solent. Maar hier zijn geen enkele vissers, eigenlijk, de piscatores, gewoon te piscari, te vissen. Ik zie niet helemaal in waarom dat S hier staat, het mag volgens mij wel weg. Ja, inderdaad. Solent, de gewoonte hebben, nulli, geen enkele vissers dus, bijdenkers, ellips eigenlijk, geen enkele vissers hebben de gewoonte hier te piscari, te deponense vissen. Itaque, en dus, hieri gisteren, mirabar, ook een deponens, mirari, ba wijst op imperfectum, r wijst op ik. Dus was ik verbaasd, dus een beetje verbaasd zijn, quid acidisset, wat er gebeurd was. Quid wat, acidere is gebeuren, acidisset, cognitivus plus imperfectum, dus wat er gebeurd was. Hier ook weer een indirecte vraag, vandaar de cognitivus. En dus die visser, die geeft het nog eens een keer heel duidelijk recht voor zijn raap. Hier komt helemaal nooit iemand vissen. Ik snapte gisteren ook helemaal niet wat er aan de hand was. Nou, hoe denk je dat Canius zich voelt toen als hij eigenlijk eindelijk achter de waarheid komt? Dit is natuurlijk het bewijs van dat die Pythias maar een ente weg had zitten. Ze had lopen kletsen over zijn vissers. Dat het echt wel een truc was om de prijs op te drijven. Nou, stomagari natuurlijk, Canius. Hier zie je een infinitivus, een deponens uiteraard weer met i aan het einde. Maar dat is bedoeld als als indicatieve is eigenlijk, dat noem je een infinitieve historicus. Die wordt soms gebruikt om het verhaal levendiger te vertellen. Bijvoorbeeld als mijn zoontje valt en hij is gevallen, heeft bloed op zijn knie en bloed op zijn lip en zo. En hij maar huilen en hij maar janken, joh, bop, mama, dit en dat. Dat hij maar janken, hij maar huilen, dat is eigenlijk ook een Nederlands voorbeeld van een infinitieve historicus. Hij was aan het huilen de hele tijd, maar we verlevendigen dat. Versterken, geeft meer nadruk als het ware, door er een infinitief neer te zetten. Dus focus puur op de handeling. En bovendien staat hij ook eens een keer vooraan in zijn eentje, in plaats van dat Canius vooraan staat, wat normaal gesproken het geval is, staat dat vooraan voor de aandacht. Dus Canius was boos. Boos was Canius, joh. Boos was hij, joh. Nou, hij maar boos zijn.
Zet ik weet vaker het, maar wat moest hij doen? Cognitief is imperfectum, re. Hier ook in een vraagzin, maar het is geen afhankelijk vraagzin. Het is een dubitativus. Een directe vraagzin met een cognitivus erin is er vaak een twijfel. Dubitativus. Maar hier niet in de presens, maar in de imperfectum. Dus dan is het een dubitativus van het verleden. Dus niet wat moet hij doen, maar wat moest hij doen. Maar wat moest hij doen? En dan komt er even iets wat buiten het verhaal valt. Non dum enim, nog niet immers. Dit is een cognitivus plus, een indicativus plus camperfectum. Dus ik maak even had, haal ik even naar voren. Nog niet immers had Gaius Aquilius, een collega en een vriend van mij. Familiaris is een goede vriend, hè, en iemand die dicht bij je familie staat als het ware. Pro tulerat en pro ferre is eigenlijk een technische juridische term voor een wet voorstellen, als het ware. Of een wet invoeren. Dus hier, tool is het perfectumstam van ferre, hè. Verre, tuli, latus zijn die onregelmatige vormen er al van. Dus had nog niet ingevoerd de formula's, de vaste formuleringen, de dolo malo, over letterlijk slechte list, maar dat is een technische term in de Romeinse recht voor opzettelijk bedrog. Die Gaius Aquilius heeft dus ergens in het jaar 66 voor Christus waarschijnlijk, toen hij praetor was. Toen was Cicero ook praetor, vandaar dat ze dus collega's waren, hè, dus een rang onder de consul. Had deze praetor Gaius Aquilius vaste omschrijvingen van wat is eigenlijk opzettelijk bedrog ingevoerd en in de wet laten zetten. Daarvoor was er nog geen enkele juridische regeling omtrent dit zaak, dus het was ook niet strafbaar. Vanaf dat moment was het wel strafbaar. De pretoren overigens gingen inderdaad altijd eigenlijk over juridische zaken. Dat was hun taak. Onder andere, soms ook nog wat andere militaire dingen en dingen die maken hadden met handel enzovoort. Goed, maar dat was nog niet gebeurd. Dus Capitius was vrij om te doen wat hij wilde, om het voor de gek te houden. En Canis, ja, wat moest hij doen? Het verhaal eindigt eigenlijk niet echt. Het heeft een beetje een open einde, want Cicero keert hierbij terug naar zijn eigen situatie, naar zijn eigen tijd eigenlijk. En hij rondt het af met een meer algemene conclusie. Maar dat zien we in het volgende filmpje. Tot dan.